Museum Oud Amelis Weert vreest sluiting. En droomdag voor ernstig zieke kinderen. Goedenavond, dit is U Vandaag. Sluiting dreigt voor Museum Oud Amelis Weert. Het kunsthuis krijgt geen subsidie meer van de gemeente. Dat blijkt uit de gisteren gepresenteerde begroting van de stad Utrecht. Het museum had gevraagd om 75.000 euro per jaar, maar het college wil daar niet aan. Dat terwijl de cultuurcommissie eerder nog positief adviseerde over de aanvraag. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de begroting. De directrice van het museum hoopt dat de raad anders beslist. Dat vinden we verschrikkelijk. We hebben het niet voor niks aangevraagd. We hebben het ook echt nodig. Dat hebben we ook aangegeven voor de komende jaren. Niet dat we altijd subsidie willen. We willen graag zelfstandig zijn. Maar goed, de komende jaren hebben we het toch hard nodig om goed verder te kunnen. Dus ja, dat was echt een klap. De nieuwe begroting betekent goed nieuws voor de inwoners van Utrecht. Want de stad staat er financieel goed voor. En dat betekent dat de belastingen omlaag kunnen. Meer over die begroting staat op onze site en in de app. Er is een condoleanceregister geopend voor de twee slachtoffers van het ongeluk op de Uithof. Online kunnen mensen hun steun betuigen aan Dylan en Leroy. De twee kwamen woensdag om het leven door deze botsing met een lijnbus. Op de Paduwalaan knalde de personenauto waar de twee in zaten op de bus. Ze reden met hoge snelheid door een rood stoplicht. Inmiddels stromen de reacties op het ongeluk binnen. De nicht van een van de mannen schrijft in het bericht: Dylan heeft ons gisteren laten schrikken. Hij heeft een hemelvlucht genomen. Morgenmiddag wordt er een stille tocht gehouden voor Heat en Snoop, zoals de twee op straat bekend stonden. Om 11:30 willen vrienden en familie de slachtoffers een laatste eerbetoon geven. De grondlegger van ASM, Arthur Del Prado, is overleden. De beeldhovenaar wordt gezien als de pionier in de industrie voor de bouw van computerchips. In de jaren 80 begon hij zijn bedrijf en inmiddels zijn ASM en ASML uitgegroeid tot internationale bedrijven met een miljardenomzet. De peetvader van de Nederlandse chipindustrie is 84 jaar geworden. Een ziekenwagen heeft een kind omvergereden in Maartensdijk vanmorgen. De ambulance was met een patiënte op weg naar het ziekenhuis toen die bij de hervormde kerk het kind van 5 jaar oud raakte. Het gebeurde in de buurt van een markt waar veel kinderen waren. Het meisje was erg geschrokken door het ongeluk, maar kon met wat pleisters en een traumabeertje weer naar huis. Chronisch zieken en gehandicapten betalen 2 keer zoveel aan hun zorg dan 5 jaar geleden. Het Nibud in Utrecht onderzocht de zorgkosten. Vooral medische zorg, medicijnen en ondersteuning vanuit de gemeente zijn duurder geworden. Tegelijkertijd zijn de financiële tegemoetkomingen gedaald. De directeur van IDER, de koepelorganisatie voor mensen met een beperking, noemt de kostentoename onacceptabel. En over een goede week wordt de Daphne Schippersbrug op zijn plek gehezen. Eerst worden masten via het Amsterdam-Rijnkanaal naar Utrecht vervoerd. En vervolgens worden de kabels en brugdelen gemonteerd. 11 oktober moet de brug klaar zijn. De Daphne Schippersbrug verbindt straks Leidse Rijn en de wijk Ooginal, de plek waar Schippers geboren en getogen is. Ja, blijf een beetje bij die sport. Een debakel, dat was de wedstrijd tussen FC Utrecht en Groningen gisteren. Utrecht verloor met 1-5. Trainer Erik ten Hag noemt de wedstrijd FC Utrecht onwaardig. Ik ben een positief mens en dan ga ik altijd uit van een overwinning. En ik denk dat we een goed plan hadden. Alleen de omzetting daarvan, die faalde volledig. Het is de 4e keer op rij dat Utrecht verliest in eigen huis. De ploeg van Ten Hag heeft dit seizoen nog altijd niet gewonnen. De spelers zijn teleurgesteld na de eredivisiewedstrijd gisteren. Dat we elkaar een beetje in de steek lieten. In de steek lieten? Leg uit, wat dan? Ja, we hebben niet de vuile meters gelopen. Als iemand een foutje maakt, dat je die kan herstellen. En, ik denk dat dat belangrijk is en dat is de basis. Dat je eerst 100% en heel graag wil winnen. En, daar begint het bij. Hoe goed je ook kan voetballen, elke team moet gewoon 100% strijd leveren. FC Utrecht staat nu op 3 punten na 6 wedstrijden. Komende donderdag speelt Utrecht in het KNVB-bekertoernooi de eerste wedstrijd tegen FC Twente. En er wordt extra veel gesport volgende week, want Utrecht is gaststad van de Nationale Sportweek. Het doel is om te laten zien dat sporten en bewegen leuk is. En vandaag begon die week met een hardloopwedstrijd. Super snel.
Ja, supersnel dus. Zo hard lopen Dex en zijn broertje Sepp de 1 kilometer door het centrum. Vanaf het Stadhuisplein, langs de Vismarkt en onder de Dom door. Naast rennen kon er op het plein voor het Stadhuis vandaag ook gesport en gespeeld worden bij deze caravans. Wethouder sport Paulus Jansen liep mee met de hardloopwedstrijd. En hij is trots dat Utrecht de gaststad is. Dat betekent dat we een week lang hier ontzettend veel activiteit in de stad hebben, in de wijken, maar ook hier voor het Stadhuis. Waarbij we mensen erop wijzen wat er aan de kant op van sport. Bij verenigingen, we hebben er bijna 400. Informeel, je kan met een clubje in de buurt gaan sporten. En we hopen dat nog meer mensen dan nu al actief zijn, daardoor geïnspireerd worden. Ja, allerlei activiteiten dus, zo zei de wethouder. Donderdag wordt er geprobeerd een snelheidsrecord te vestigen door de trappen van de Domtoren zo snel mogelijk te beklimmen. En dat oude record staat op 2,5 minuut en is 30 jaar oud. Voor één dag achter de stuurknuppel plaatsnemen en een echt vliegtuig besturen. Het is de droom van menig kind. Vandaag mochten 40 kinderen zich eventjes piloot voelen. Maar dat was niet zonder reden. De kinderen zijn allemaal ziek. Met de speciale hoogvliegersdag konden ze hun ziekte voor even vergeten. Hey, kijk, ik heb net nog even het laatste weer gecheckt. Het zicht is alleen maar groter geworden, dus we kunnen lekker ver kijken. En de wolken zijn nog een beetje laag, maar wel goed genoeg om te vliegen. Keije uit Apkoude en zijn familie gaan met Emiel mee de lucht in. Even kijken, hebben we alle steunen hier goed zitten? Anders zit het niet zo fijn. Het is passen en meten in het kleine vliegtuig. Maar als iedereen eenmaal zit, gaat het prima. Even wennen. Dus dan sluit hij even af. Maar dadelijk als we de lucht in gaan, dan komt hij er wel weer bij. Oh, je bent er nu alweer. Hey, voel je dat? Je hebt je headset op. Kun je mama nog horen nu? Bij zijn geboorte krijgt Keije een hersenbloeding. Daardoor komt hij in een rolstoel terecht. Hij kan niet praten, maar begrijpt wel alles wat om hem heen gebeurt. We rijden nu nog over het gras. Het is niet zijn eerste keer in een vliegtuig. De familie maakt vaker reisjes en al 8 keer eerder ging Keije de lucht in. Na een rondje om zijn eigen huis en uniek uitzicht over de provincie is het weer tijd om te landen. Die sensatie, dat vind ik gewoon heel erg fijn. En, ik heb daar doodje. Ja, daar geniet hij enorm van. Kijk. Hartstikke goede co-piloot geweest. En Tijn, jij ook. Ja, je hebt een cadeautje. Je hebt een cadeautje. En voor zijn broertje is het ook gewoon een heel erg leuk uitje. En dat is ook heel erg belangrijk. Dan moet je af. Ja. Nou, mooie dag dus voor het hele gezin. Ook volgend jaar mag een groepje kinderen weer de lucht in. Want ook dan wordt de Hoogvliegersdag weer gehouden. Kijken we tot slot nog naar het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen krijgen we meer zon. De temperatuur komt uit op 21 graden. In de avond neemt de bewolking wel weer toe. Tot zover deze uur vandaag. Morgen om 5 uur zijn we weer met een nieuwe uitzending. En meer nieuws uit de regio vindt u natuurlijk op onze site en in de app. Fijn weekend nog. Dag.